Ja, minister De Krem, de oppositie is zeer hard voor u. U ligt altijd, u ligt niemand in. Wat heb je daarop te zeggen? Ja, dat is natuurlijk bijzonder voorspelbare kritiek, omdat men van in het begin tegen de operatie was. Ik weet trouwens niet of die kritiek ook gedeeld wordt door een deel van de publieke opinie of door een groot deel. Er zijn heel veel mensen die zeggen, we hebben een leger dat inzetbaar moet zijn. We spelen in een internationaal kader. En anderzijds heb ik altijd gezegd dat Afghanistan een bijzonder kwetsbaar gebied was. Een gebied vol risico's, ook in het noorden. Onze mensen hebben daar een opdracht. Niet alleen, want we hebben ook gezien, we hebben ontmijningsopdrachten in het zogenaamde PRT. Heeft men in de film gezien, maar ook het MLT gebeuren. Wij leiden dus mensen op militaire opgaan in een stuk tweede en derde linie. De opdracht daarvan is heel duidelijk vastgelegd door de regering. Die is ook meegedeeld aan de parlementsleden in de commissie Buitenlandse Operaties. Maar natuurlijk uitsluiten dat er iets gebeurt, kan je niet. Bijvoorbeeld vandaag, op maandag, zijn onze mensen op het terrein. Die vorming van het Afghaanse leger is bijzonder belangrijk. Ze is eigenlijk door de internationale gemeenschap naar voren geschoven als het belangrijkste. Willen we Afghanistan stabiliseren? Dat is ook de essentie van onze aanpak. Willen Afghanistan stabiliseren, dan moet er een leger komen die naam waardig. Ja. De regering heeft beslist om dat te doen. En daar zullen wel mensen tegen zijn. Er zijn ook heel veel mensen voor en het is een beslissing van de regering. Ja, want het is natuurlijk wel zo dat de troepen die nu onder vuur genomen zijn, dat die officieel deel uitmaken van een opleidingsteam, maar in de praktijk doen die het werk van grondtroepen. Nee, dat is toch niet in overeenstemming met hun mandaat? Ja, maar dat wil ik dus nog één keer, en dan misschien de laatste keer, maar in dit dossier is er nooit de laatste keer, heel duidelijk zeggen. Wij zijn geen leveranciers van grondtroepen. Wij zijn begeleidingstroepen. Die mensen gaan mee op het terrein. Zij gaan mee op het terrein, maar natuurlijk komen zij ook wel eens in een situatie van zelfverdediging. Je kan het onmogelijk voorstellen dat wij mensen op het terrein zouden sturen, in nogmaals in onveilig terrein, en dat die niet zouden bewapend zijn. Onze militairen zijn goed uitgerust. Ze kunnen het risico bijzonder goed incalculeren en zijn natuurlijk gewapend. Stel u voor dat ik bij u moet komen en dat er iets gebeurd is en dat zij niet bij machten zouden zijn om zichzelf te verdedigen. Maar waarom is er nooit gezegd dat ze eerder al bij gevechten betrokken waren en onder vuur genomen zijn? Om de familie niet ongerust te maken. De familie heeft toch zelf ook contact met haar mensen daar? Wel, u zegt het zelf, die communicatie is gebeurd via de militairen individueel en ook het departement heeft daarover gecommuniceerd. Er zijn twee zaken. Maar tegenover de publieke opinie en tegenover het parlement is daar niks over gezegd. We hebben in het parlement de incidenten dateren van vorige week. Men spreekt trouwens over een verborgen incident. Dat ging over een jeep die was vastgereden in de modder. Ik wil dat allemaal wel doen, indien we dat ook als onder incident catalogeren, dan ben ik bereid om dat te doen. Maar nogmaals, de communicatie is goed verlopen. En wat ik ook nog wil zeggen, dat is dat onze mensen daarin de best mogelijke omstandigheden, maar moeilijke omstandigheden, de opdracht uitvoeren. Nu is het ook zo, dat geeft iedereen toe, we hebben het trouwens ook gezien van de militair ter plekke, dat de situatie daar nog nooit zo erg geweest is. De Taliban staat sterker dan ooit, er zijn meer aanslagen dan ooit. Moeten wij onze aanwezigheid daar niet herbekijken? Is het nog wel zinvol wat wij daar aan het doen zijn? Ja, in elk geval, de internationale gemeenschap zegt van niet. Ik heb generaal McChrystal vrijdag lang kunnen spreken op de NAVO-top, die eigenlijk uitvoert wat de meer dan 40 landen beslissen binnen die ISAF-operatie, dat de veiligheid van de wereld zich echt afspeelt in die halve cirkel. En dat zie je in andere items ook, die gaan van Irak, Iran.